Ik ga jullie groep in tweeën delen. Eén groepje gaat beneden eerst slagwerk doen. Het andere groepje gaat boven trompetteren. En na een half uurtje ongeveer, drie kwartier, wisselen we. Iedereen gaat dus trommelen en iedereen gaat trompetteren, alleen niet tegelijk. Voor de schutterslessen in de Holle Eik, voor de basisschool in Houten, om ze te laten winnen aan het geveul om muziek te maken. Wie zit je op dat idee gekomen? Nou, in eerste instantie noodzaak. We hebben een heel actief muziekkorps en ook een hele actieve schutterie. Met jeugd aanwas de laatste tijd, begost door een aantal kinderen van leden heel erg toe te nemen met 6-7 leerlingen. En vervolgens tijd weer om ook de anderkinger in hun klas te laten kennismaken met de schoal. Om te kijken of er niet nog meer muzikanten uit te holen zijn. Ze komen inderdaad allemaal, groep 1 tot en met 8. Weliswaar in twee dagdelen opgesplitst. Met de kinger hebben dit als onderdeel van hun lesprogramma. Kennis maken met muziek, kennis maken met cultuur. Want vorige week zijn we in de schoal klassegewijs en hebben we de historie van de schutterie als cultuurgoed uitgelegd. En mijn passie voor muziek maken wil ik graag kunnen overdragen op jeugd. Ik doe dat ook door de leiding te hebben over het klaroenkorps, het trompetterkorps van de schutterie. En ik hoop natuurlijk dat ik er nog steeds meer kinger en lubiek in betrekken. Om te zorgen dat Van Houten de 400 jaar oude schutterie, in ieder geval met een springlevend muziekkorps, tot een lengte van jaren kunnen laten voortleven. Ze zijn erg jong, de kinderen, maar met wieveel jaar kunnen ze bij de schutterij komen als muzikant? Ja, vroeger zachten ze de communie leeftijd, maar tegenwoordig begint dat al vanaf 5-6 jaar, omdat kinderen toch in een les en in een ontwikkeling toch al een stukje eerder zijn blijkbaar dan vroeger. Dus we laten de kinderen ook vanaf 5-6 jaar, vanaf de eerste klas lagere school, laten we ze al met instruien met een aangepast programma. En we hebben nog niet de illusie dat door één les gegeven in ons 15 kinger zouden komen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar we hebben het gevoel dat we dat vaker moeten doen en meer in het dorp samen met de basisschool, die heel belangrijk is in onze kern. Hebben we de hengen ingestoten om te zorgen dat we cultuur, muziek en onderwijs combineren. En dat gij dat in de toekomst zeker effecten opleveren. Is dat ook bij andere schutterijen momenteel, hoe ze met dit soort zaken omgaan? Nou, dit is wel redelijk uniek, omdat we met name met kindertrombones en kindertrompetten werken. We hebben een heel apart project opgezet. Houten is daarin wederom een beetje koploper. We zien dat wel in de rest van Nederland heel erg ontwikkelen. Maar vooral in het Zuid-Limburgse heb ik geen andere voorbeelden kunnen ontdekken. En hebben we dus in Houten een eigen programma ontwikkeld voor deze lessen.